Het is een boek dat uitleg geeft over Spinoza's werken voor niet-vakfilosofen. Het behandelt alle werken van Spinoza in chronologische volgorde, dus van zijn jeugdgeschriften tot en met de Ethica die na zijn dood is verschenen. Ik geef van elk boek ontstaanswijze, de historische context, en aan de hand van citaten probeer ik zo precies mogelijk de teksten, uitleg en commentaar te geven. Dus het is eigenlijk een doorlopend commentaar. Juist door die chronologische volgorde onderscheidt het zich van de huidige vele literatuur over Spinoza. Ze beginnen allemaal bij de Ethica, wat het laatste is, wel het hoofdgeschrift. En dan zijn de eerste geschriften eigenlijk toevoegsels. Ik begin helemaal aan het begin, omdat bijna iedereen struikelt over het moeilijke begin van de Ethica. Als je begint bij zijn eerste jeugdgeschriften, dan is het veel makkelijker. En dan blijkt, als je dat in die volgorde leest en ook met commentaar erbij, hoe consistent Spinoza eigenlijk geweest is als filosoof van de vrijheid. Nou ja, hij is een van de grote filosofen en eigenlijk alle grote filosofen, niet alleen Spinoza, blijven relevant voor de onderwerpen die ook heden ten dagen nog spelen. Omdat ze zo grondig die onderwerpen hebben bestudeerd, zoals vrijheid of doel van de staat. In het bijzonder heeft Spinoza zich als een van de eerste uitgelaten over de vrijheid van denken en van spreken. En dat is tegenwoordig nog steeds actueel. Hij geeft wel aan dat vrijheid van spreken enige beperking. En dat is precies waar de discussie nu ook over gaat. Maar ze ziet alleen maar deze relevantie over die vrijheid van spreken. Maar ook eigenlijk dat hij de persoonlijke vrijheid, wat ieder mens kan verwerven, eigenlijk combineert met de politieke vrijheid. Hoe meer mensen zelf vrij zijn, des te beter is de samenleving vrij. En omgekeerd, een vrije samenleving geeft meer mogelijkheden aan individuen om zelf ook echt een vrij mens te worden. Ja, ik heb er dus heel lang over gedaan om Spinoza te begrijpen. En dat begrijpt iedereen, want hij is echt lastig. Maar nu kan ik het echt uitleggen en nu begrijp ik het zelf. En ik heb dus, omdat ik er nu tijd voor heb, de laatste anderhalf jaar is heel geconcentreerd alle teksten van Spinoza in de precieze volgorde gelezen en gezegd, wat bedoelt hij daar nou precies mee? Waarom schrijft hij dit? Waar schrijft hij dit? En dat geeft dus een hele consistente beeld van Spinoza. En degenen die het gelezen hebben zeggen ook, nu begrijp ik er een beetje meer van. Dat vind ik heel leuk.